Ja, naast me staat Willem 1. Ja, heb ik goed onthouden. Dus, ja, van Stichting Het Wiel. Ja, dat staat natuurlijk ook duidelijk op de shirt. Vandaag ben ik in het Huiken bij een, ja, ze noemen een snuffelmarkt. Rommelmarkt, snuffelmarkt. Ja, je kunt er van alles noemen. Maar waarom organiseren jullie zo'n markt? Het is eigenlijk ook grotendeels georganiseerd door onze vrijwilligersgroep. Die heet Samen Sterk Tegen Armoede. En dat is de tweede keer dat ze het doen. En daarmee hebben ze dus een kledingmarkt georganiseerd. Grotendeels kleding. Ook mensen komen zelf met eigen gehaakte dingen. Dat ze, ja, ze kunnen eigenlijk alles verkopen. En het maakt misschien toch een stukje makkelijker voor mensen met wat minder te besteden. Of gewoon de gezelligheid. Het is toch ook een beetje sociaal. Mensen komen samen. Dus dat vooral. Ja, ze betalen volgens mij weinig intree of weinig staargeld hier. Dus wat dat betreft, dan moet het kunnen. Ik heb wel mensen gesproken, maar die zeggen het is een beetje rustig. Klopt, we hadden het inderdaad wel helaas wat drukker verwacht. Misschien komt het, want we hadden het vorig jaar hadden we het in 2 zalen. En toen merkten we ook dat het misschien in 1 zaal beter was. Maar ligt het aan het weer, ligt het aan de reclame die we hebben gedaan. Ik denk dat we volgend jaar nog meer moeten uitdelen qua flyers en dat soort dingen. Ja, ik sta hier bij een van de deelnemsters van de snuffelmarkt hier in het Huiken in Elburg. Georganiseerd door de Stichting Wiel. En ja, mevrouw, mijn vraag is, hoe gaat het vandaag? Het is een beetje langzaam wat bezoek betreft. Er zijn wel prachtig veel mensen met mooie spullen gekomen om te verkopen. Echt hele mooie dingen, moet ik zeggen. Ook het zelfgemaakte ding. En, maar we vinden het wat sloom, zeg maar, met het bezoek. Het had nog wel wat meer gekund, ja. Bezoekers dat had dus wat meer gekund. Heeft u enig idee hoe het zou komen? Ik zou het niet weten. Mensen blijven waarschijnlijk thuis, weten het misschien niet. Maar het is gewoon hartstikke gezellig ook hier. Er zijn leuke dingen voor de kinderen ook te doen. Dus ja, als je het weet, dan is het leuk om dit soort dingen wel lokaal te bezoeken, zeg maar. Ja. Worden we hier een beetje overspoeld door dit soort markten? Nou, dat had ik niet het gevoel bij. Maar ik heb misschien niet alles in beeld, maar ik dacht dat dit wel een hele unieke kans was om je eigen voorraden weer op te laden. Voor de kinderen vooral voordeligheid uit te zijn. En ik had niet gehoord dat het overspoeld was met meerdere markten. De laatste die ik me kan heugen was uit Oosterwolde een maand of zo geleden. Je hebt natuurlijk de vestingdagen in Elburg, waar dus elke woensdag grote markt is nu in, bij de haven. Noem het dan een rommelmarkt, in dit geval noemen ze een snuffelmarkt. Zit daar verschil in dan? Nou, wij staan hier lekker droog, hè? En overdekt. En dat is natuurlijk wel ideaal voor de verkoop. Je hoeft niet echt spullen af te schermen of te ruimen. Dus dat is wel een groot voordeel. Ik weet niet hoeveel daar een marktkraam kost, maar dat is natuurlijk wel ideaal dat je hier echt binnen staat. Ik ga het ook maar in vrouwen geloven. Ik zeg, er worden niet een beetje veel in Elburg, die rommelmarkt en die snuffelmarkt. Wat is te veel, hè? Ik weet dat we dit 1 keer in het jaar doen. En vorig jaar was het naar mijn idee ook wel iets drukker. Ik heb toen een beetje achter de schermen geholpen. Maar nu zat ik ook net ook in de voorbereidingen. En naar mijn idee hebben we wel heel veel geflyerd. Dus aandacht is er genoeg aan besteed? Ik dacht van wel, maar misschien moet het dus nog meer. Misschien wordt de volgende keer. Is de bedoeling dat het volgend jaar weer wordt georganiseerd? Het is wel de bedoeling, inderdaad. Nou, we leren hier natuurlijk ook weer van en we vragen ook tips aan mensen. Ja, wat kunnen wij beter doen en wat verwachten ze van ons? Ja, ik sta hier bij een tafel met allerlei leuke kleine dingetjes, kaartjes. Een meisje zit lekker patatje aan het eten is. Hoe gaat het vandaag? Ja, goed. Lekker bezig. Allemaal boopjes verkocht, dus we zijn lekker op pad. Er mogen wat meer mensen binnenkomen, maar het komt goed. En wat bedoel je met meer mensen binnenkomen? Rustig. Ik zie de hele tijd dezelfde mensen voorbij lopen, dus dat is jammer. Er moeten meer mensen, meer reclame moeten gemaakt worden voor deze markt. En verder de kost kunnen verdienen vandaag? Ja, ik heb het materiaal er al uit. Wat ik eruit heb gegeven, dat heb ik verdiend. Hier even, wachten. De meneer die is tegen mij aan het praten. Kijk, met een microfoon. Ja, en hoe bevalt het? Is het leuk hier? Ja. Ja? We hebben al tekeningen gemaakt om te verkopen. Ja. Ja, dus we zijn lekker bezig. Ja. Nou, ik zou zeggen, een boompje planten. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.
Nee, dag. We staan hier handelaars of zijn er allemaal mensen die gewoon hun spulletjes van de zolderopruiming, de schuuropruiming verkopen? Het is alles. Het is ook mensen die gewoon heel veel mooie dingen maken en dat voor een goed doel verkopen. Of gewoon voor zichzelf. Ik weet hier een meisje die hele mooie kleine schilderijtjes maakt op hout. Nou, dat is prachtig. Ik denk, tjonge, wat hebben we hier een kwaliteit aanwezig van mensen die mooie dingen maken. Ja. In andere woorden, als je hier voor beroep zou staan, kon je de kost niet verdienen? Dat niet, nee. Nee, want ik maak ook heel veel dingen zelf. Maar nee, daarvoor, het is echt wel, de kleding van kinderen kun je weer voordelig doorschuiven naar een familie die het hard nodig heeft. En dat zijn wel hele mooie markten hoor, voor mensen die zeggen, nou, ik moet even wat opletten op wat ik uitgeef. Een dagje van de straat af, maar je wordt er niet rij van? Nee, maar ik vind het hartstikke gezellig. Ik vind het ook gewoon heel erg gezellig om mensen te ontmoeten. En ik heb heerlijk zitten kletsen met de buurvrouw. En je ontmoet bekenden. En dat vind ik toch ook wel heel erg waardevol, zeg maar. Dat vind ik heel waardevol, ja. Inderdaad, weer gezellig bij elkaar komen, elkaar even ontmoeten, een praatje maken. En dan gaat het een beetje om. En je bent een dagje weg, hè? Ja, zo is dat. Onder de pannen. Letterlijk. En wat kunnen de mensen verwachten? Wat is de bijdrage die ze betalen moeten? Per tafel betaal je €2,50. En naar mijn heb je best wel snel. Dingen worden verkocht voor 50 cent aan een euro, zoiets. Verschilt natuurlijk ook wel. Maar dan ben je er ook al snel weer uit. Op een sociale vlak is het natuurlijk wel leuk. Mensen komen met elkaar, kunnen met elkaar praten. Het zijn echt leuke dingetjes. Die niet zeggen dat het een rommelmarkt is. Het zijn echt dingen die echt goed voor mij verkoopbaar zijn. Ja, er zitten inderdaad heel veel dingen bij die heel leuk zijn. Ik denk voor iedereen wel wat wils. Wat zou je willen zeggen om de mensen volgend jaar hier te krijgen? Goeie vraag. Nou ja, het is sowieso gezellig. Wie weet zit er nog wat tussen. En wie weet kom je nog mensen tegen. En wie weet moeten we maar weer twee zalen doen. Je weet dat het werkt. En een springkussen voor de kinderen. En de bar is open. De bar is open, zeker. Zijn ze bij het huik ook blij mee. Volgend jaar weer dus. En hopen dan op wat meerdere mensen die komen kijken. Want ik kan het beamen, het is inderdaad een heel gezellig marktje. Met leuke dingetjes die te koop zijn. En doe een beetje voor de sfeer, voor de mensen die op elkaar komen. De mensen met een kleine deur tegemoet komen. Dus anderhalf zijn ze er heel druk mee. En ik hoop dat het volgend jaar is lekker komt te kijken. Of wie dan? Ja, dat hebben wij ook. Bedankt.